Ik ben Isa, ik ben 21 jaar oud. Ik studeer werktuigbouwkunde in Delft momenteel. En eigenlijk is dit mijn eerste actie die ik coördineer samen met Annabel. We hebben wel wat gedaan met XR, wel wat acties bijgewoond, maar nog niet echt zelf gecoördineerd. Dus ik vind het wel, wel spannend, maar ik denk dat we goed voorbereid zijn en dat het goed gaat komen. Hoe bereid je dat voor? Veel meetings. Dus het is niet echt een hiërarchie binnen XR, dus iedereen heeft evenveel te zeggen. En dan kom je eigenlijk tot een beslissing door eigenlijk veel meetings te doen. Het kost iets meer tijd, maar dan neem je ook iedereen's mening mee. En eigenlijk deze afgelopen tijd veel via online meetings. Oh ja. Maar hebben we ook 2 keer in locatie gewoon face-to-face gemiet. Ja. In Utrecht. Ja. En ook met deze groep al een keer de actie geoefend. Oh ja, oh ja. Dus dat was wel heel, heel fijn dat iedereen elkaar kende voordat we aan de actie begonnen. Je hoeft niet in details te treden, maar wat gaan jullie ongeveer doen? Nou, er komt dus een traanrede zometeen. Die wordt opgevoerd. Dit is niet live. Nee. Nee, top. Bij het paleis. Nee. Naar het einde. En dat wordt door een andere groep opgevoerd. En wij gaan daarna een disruptieve actie eigenlijk laten plaatsvinden. Ja. Op dezelfde locatie. En dan komen we eigenlijk op voor het idee van Burgerwaard. Onze IJsburgerberaad. Ja. Die willen wij eigenlijk daarmee promoten. En de traanrede is eigenlijk, daar staat eigenlijk in. Die vindt tegelijkertijd plaats met de troonrede. Ja. En wij vinden dat daar eigenlijk te weinig wordt ingegaan op het milieu, op de klimaatcrisis, ecologische crisis. En een oplossing daarvoor is. Vinden wij in onze eisen is een burgerberaad. En dus gaan we met z'n 12 ook het burgerberaad spellen. Oh ja. En bij het hek staan. Ja. Dus dat. En is het nodig om zo'n extra actie, een disruptieve actie naast de reguliere de traanrede dus te doen? Ja, ik denk het wel. Het is een hele duidelijke boodschap die wij daarmee afgeven. En het klinkt een beetje zo misschien, maar het krijgt. Wij denken dat we iets meer aandacht krijgen door. We hebben ook wat journalisten ingeschakeld. Traanrede benoemt ook wel het burgerberaad. Maar de disruptieve actie is echt bedoeld om het burgerberaad heel erg duidelijk naar voren te brengen. Ja. Dat matcht ook mooi met de traanrede. Mooi afgestemd. Waarom is dat burgerberaad zo belangrijk voor jullie? Ik kan niet voor iedereen antwoorden, maar voor mezelf. Ja, ja, ja. En mijn eigen antwoord is eigenlijk dat ik me niet heel connected voel met de. Oh, rijdt een auto is gegaan. Heel connected voel met de politiek. Ik stem wel, ik volg alles. Maar ik heb het idee dat er toch weinig wordt bereikt en niet altijd de goede dingen. Ja. Dus ik denk dat een burgerberaad daar heel veel bij aan kan helpen. Oké, okay. Vind je het spannend? Ja, het is wel spannend. Gaat zo los. Een kleine spanning. Ja. En even een klein momentje samen. Een klein regen momentje, dus dat alles weer uitgeschud. Dat zag je ook volgens mij. Wat voor momentje kan je daar iets over vertellen? Regen? Regenerative eigenlijk. Jet had het gedaan. Die zet onze master erin. Die zorgt dat we allemaal lekker tot rust komen en de spanning een beetje naar beneden komen. Oké, okay, ja. Nou heel veel succes. Ja, zo dadelijk. Dankjewel. Gaat helemaal goed komen. Ja, oké, okay, super. Top, ciao.